Op 10 april is die finale ronde van heel Noord-Limburg bakt. Maar daarvoor zijn er 7 voorrondes op locaties van Rendis. Woensdag 23 maart was het Hukske aan de beurt. Er waren 6 aanmeldingen voor de locatie in Venray. Hoe was deze hele belevenis? Het is elke keer weer een verrassing welke taarten dat er ingeleverd worden. Dit is alweer de 6e voorronde van 7 voorrondes die we hebben voor de grote finale. Het blijft spannend. En er zijn ondertussen al zoveel taarten ingeleverd dat je zoiets hebt van, er moet er wel één hetzelfde zijn. Maar ja, je ziet gewoon, elke taart is toch verschillend. Iedereen heeft zijn eigen manier van bakken en iedereen heeft zijn eigen manier van een appeltaart, wat hij verstaat onder een appeltaart. Het landelijk gebeuren, die hebben een hele smeuïge, mooi vertellende Martine de Bel. Hebben jullie ook zo iemand in de buurt? Ja, degene die bij ons de finale gaat presenteren is een collega. Werkt bij Rendis. Heeft een iets ander postuur als wat ik heb. Maar het is absoluut een collega die het zeker de dag heel goed kan presenteren en zorgt voor de vrolijke noot. We hebben begrepen dat jullie in ieder geval hier vanuit een stichting werken. Wat ook ondersteund wordt voor mensen die een beperking hebben. Rendis noemen jullie dat. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, Rendis is een sociaal-maatschappelijke organisatie. We zijn gevestigd in ons hoofdkantoor zit in de Boekend. We hebben ongeveer 18 verschillende locaties hier in de regio. Waaronder het Hukse, waar we nu dus zijn. Locatieverantwoordelijke Joyce Krijn runt hier eigenlijk de toko zoals zoals we het wel eens zeggen. En misschien kan zij daar wat meer over vertellen. Jullie hebben dus die 6 locaties, die hebben allemaal meegedaan met deze wedstrijd? Ja, die hebben allemaal inderdaad meegedaan. En het Hukske, zoals je ziet, dat is een van onze locaties. Hier werken mensen ook soms met een beperking, een stukje ook uit de psychiatrie. En het is gewoon een hele leuke locatie. Heel kritisch werd gekeken naar structuren. Waar hebben jullie nog meer op gelet? De smaak. En zeker moest er appel in zitten. Dat was wel heel belangrijk. Dat er echt veel appel in de taart zit. Natuurlijk hoe die eruit zag. En lijkt ook echt op een appeltaart. Dat was wel heel belangrijk natuurlijk. Wat is de verwachting van de 7e ronde? Zijn er al veel aanmeldingen of hoe werkt dat? Ik zou mijn collega moeten aankijken. Want ik durf niet te zeggen of er heel veel aanmeldingen voor zijn. Ik denk het wel hoor. Maar ja. Misschien dat jij het weet. Ja, ik heb het wel. Ik heb in meerdere locaties gejureerd. We merken dat we rond de 10, 12 deelnemers hebben taart ingeleverd. Dus elke locatie en de 7e, er zijn enkele plekken vrij. Dus degene die nog mee wil doen, kan zich nog inschrijven. Maar we zitten rond de 10, 12 taarten bij elke voorronde. Onze wedstrijd was van al, wie heeft nu dat werk, de appeltaart, gebakken in de springvorm. Dus dat hij in ieder geval die eisen voldoet. Er is één winnaar uitgekomen met 38,5 punten. De andere zitten er net onder. Zitten er, de ene heeft net een puntje minder, anderhalf puntje minder. Dat zijn gewoon een aantal verbeterpunten die absoluut, je absoluut mee kunt nemen voor een volgende taart. Ik heb zojuist de winnares gebeld, is dus niet aanwezig. Kon er helaas niet bij zijn, dus Jean Bos. Zij heeft gewonnen.